Goedendag. U kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. We beginnen het weerbericht vandaag met de weerkaart van vanochtend 8 uur. Er lag toen een omvangrijk hoogdrukgebied boven Centraal-Europa, wat voor schitterend weer zorgde in Frankrijk en in Midden-Europa en in de loop van de dag lost ook bij ons de bewolking op. Dat hoogdrukgebied zorgt namelijk voor een soort zuidoostelijke wind die die zachte lucht naar onze omgeving blaast. Heel belangrijk wordt het lage drukgebied ten westen van Ierland. Daaromheen bevindt zich een groot regengebied. En die regen, die trekt eigenlijk op dit moment al richting ons land, passeert morgen. Krijgen we dus ook morgen mee te maken. Dat zien we ook als we het in beweging zetten. Vanuit Engeland nadert de regen. En morgen overdag trekt dat van west naar oost. Dan breekt middags heel even de zon door. En daarna volgen nieuwe buien. Zet nog één keer aan. Boven Engeland in de nacht, morgenochtend over het land, tijdelijke opklaringen en dan in de nacht en avonduren weer nieuwe buien. Vanavond dus nog geen buien. We zien in het westen al wel geleidelijk de wolking toenemen en de zuidoostenwind neemt in kracht toe. Die twee dingen zijn allebei tekenen van het naderende slechtere weer. De zon schijnt ook nog even en temperaturen halverwege de avond 13 tot 15 graden. In de nacht zijn er ook nog een paar opklaringen, maar de bewolking neemt al verder toe en de temperatuur daalt tot een graad of 10. Geen vorst aan de grond dus. En pas morgenochtend krijgen we dan met de buien vanuit Engeland te maken. In de ochtend trekken ze via het westen geleidelijk naar het oosten. In het oosten kan s ochtends vroeg nog even de zon schijnen. Daarna wordt het bewolkt. In de middag breekt overal de zon weer door en dan loopt de temperatuur nog op naar zo'n 16 tot 20 graden. De wind draait naar het zuidwesten wordt er 7 kracht 5, misschien zelfs windkracht 6. En in de namiddag en avond neemt de buigheid weer toe, dan kan er op een enkele plek ook onweer bij zitten. Wisselvallig weer dus, maar zeker geen verregende dag. Er zijn ook flinke perioden met droog weer. Nog vaker droog is het woensdag, dan valt er slechts een enkel buitje. De temperatuur levert wel iets in, wordt 15 tot 17 graden. Donderdag is het grotendeels bewolkt, zijn er perioden met regen en motregen, weinig ruimte voor de zon. Vrijdag kan de zon weer vaker doorbreken, maar ook dan vallen er buien. Dan nog even naar de temperatuurtrend. Nou, temperatuur gaat de komende dagen wat naar beneden, vandaag was eigenlijk de warmste dag. En pas na het weekend zien we langzaam weer de temperatuur wat omhoog gaan. Volgend weekend, maar dat is heel erg ver weg, halverwege de maand, komt hij in de buurt van de 20 graden. We wachten het rustig af. Eerst hebben we voorlopig met buien te maken. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.